Oké, dan kunnen we beginnen kiezen, hè? De kleurtjes? Ja, dan kunnen we beginnen kiezen. Zijn er trends deze zomer? Ja, trends zijn er altijd, hè, Pamela. Heel veel oranje. Ja, dat bij heb ik al gemerkt. Bij een bleke huid, bij een donkere huid. En bij oranje. Jou een beetje fluo getint, ja, hè? Ja, ik hou wel van fluo, maar ik weet niet wat jij gaat kiezen, Laura. Ook iets oranje? Dan gaan we voor oranje als het in is. Ah, ja. Altijd meegaan met de trend. Ja, dus het past ook nog bij je kleedje. Ja, ja, perfect. Dus dan gaan we die kiezen. Maar voordat ik een kleur ga aanbrengen, ga ik toch wel eerst met een base coat gaan werken. Je hebt sowieso van die doorschijnende nagellakken, verzorgend, die al een mooie kleur geven. Je hebt er verstevigend, ook heel belangrijk, als je wat broze nagels hebt. Wat ook tegenwoordig bestaat, er zijn merken, en dit is eigenlijk nu de eerste, die hebben nagellak dat zuurstof en lucht doorlatend is, waardoor de nagel kan ademen. Dus voor broze nagels, zeker een aanrader, zeer nieuw. Je hebt vrij gezonde nagels, wat gaan we doen? Een base coat gaan gebruiken, dus een doorschijnende lak. En dat zorgt er dus ook voor dat je nagels niet geel kleuren. Juist. Ja. Waarom? Je nagelplaat is toch wel poreus. En kleurstof, Laura, je zegt het al, je gebruikt heel vaak een nagellakje. Ja. Ja, dan gaat het toch wel gaan in de nagel gaan kruipen en dan krijg je zowat een gelige kleur. Dus altijd eerst een base coat en dan gaan we een kleur gaan gebruiken. Hoe breng je een kleur aan? Dat is een goede vraag, Palmira, want dat vind ik dus heel moeilijk. Hè? Ik ben zo'n kluns die dan zo echt meer op mijn vingers zit. En bij de voeten is dat eigenlijk ook zo. Ook zo. Dat is toch niet makkelijk, hè, om dan heel perfect die nagellak bij jezelf aan te brengen? Er zijn enkele trucs. Dus wat ik nu ga doen, is ik strijk eigenlijk nagellak af dat het enkel aan één kant van je borsteltje zit. Dan ga ik het eigenlijk op de nagel gaan plaatsen. En ik weet niet of je het zo ziet. Ik plaats het in het midden. Ik schuif naar achter en dan pas naar voor. En dat doe je eigenlijk ook aan de zijkanten. En op die manier krijg je een rechte lijn en laat je nog eens 1 mm open eigenlijk aan de rand. Dus eigenlijk mag je niet te dicht bij die nagelriem zitten. En je moet niet achteraan beginnen, maar ik zal het nog eens voordoen op de volgende nagel. Dus je strijkt het af, je neemt het nageltje vast, ik plaats het halverwege, ik schuif naar achter, naar voor. En zo heb ik eigenlijk een rechtere lijn. Van voor naar achter, van links naar rechts. Ja. Ja, zo gaat het jou ook lukken, hoor, Elsa. Ja, wel, ik zal eens aan jou denken als ik het de volgende keer doe, Palmira. Goed, twee perfect mooie nagels. Hoeft daar dan nog een tweede laag op? Of een tweede laag. Een tweede laag. Is het nog niet droog. Als het droog is, een tweede laag. En dan ga je nog een topcoat doen, een doorschijnende, om de nagel af te sluiten. Ik weet niet of je dat vaak doet. Nee. Houdt nagellak veel beter, de glans is er ook. Oké, super. Weer veel tips gekregen dankzij jou, Palmira. En dankjewel, dank Laura. Ja, heel graag gedaan.